Dag Desiree. Dag Hans. Leuk dat we hier zijn, ja. In Liemde. Vind ik ook. Waar zijn we hier? We staan precies op de plek waar de Hamsestraat de grote waterloop snijdt. En ik vind dat een heel mooie plek, omdat ik van wandelen hou. Ik kom graag buiten. En dit is onderdeel van de route die ik vaak loop. En bovendien is het een plek waar ook veel speelt, waar veel te doen is. Dus daar wil ik graag iets meer over vertellen. Wat is hier te doen dan? Nou, als je rondkijkt, als je een rondje maakt... Hè, dan zijn er allerlei items die dan naar voren komen. Om te beginnen natuurlijk de bouwlocatie, Rodeweg Hamsestraat, die hier ligt, waar ruim 100 woningen komen. De Grote Waterloop, die een recreatieverbinding wordt. Het Gouden Woud, dat is een oude VAP, een voormalige VAP. Een VAP is een voormalige agrarische bedrijfsgebouw. Nou, dat is omgebouwd tot een dag recreatiebestemming voor kinderen, dus voor gezinnen met jonge kinderen. Dan kijken we hier op een agrarische perceel. Natuurlijk in de landbouw speelt erg veel. En we kijken ook recht op een gebouw met zonnepanelen. Dus vanwege de duurzaamheid. Dus voor mij komen op deze plek heel veel onderwerpen samen. Nou ben je een echte Liemse, hè? Ja. Je weet alles van Liemd natuurlijk. Wat heeft jou nou veel bezig gehouden in Liemde in je jonge tijd? Ik heb wel eens gehoord KPJ. Ja, dat klopt. Ik ben 52 jaar oud. Ik ben ook geboren in Liemde, ook opgegroeid in Liemde. En ik ben met mijn 11e lid geworden van de KPJ. Omdat ik dat gewoon een geweldige vereniging vond. Ik zag dat via een familielid van mij, een nichtje. Nou, eerst bij de aspiranten. Vanaf 16 kun je dan bij de zogenaamde grote. En toen ben ik meteen sportleider geworden. Van 18 ook in bestuur gegaan. En vanuit die KPJ ook heel veel geleerd. Dus heel veel dingen georganiseerd, evenementen georganiseerd, het Vielippen onder andere. Maar ook evenementenweekenden met optredens van bands zoals Pater Meskroen. Weekenden op stap, activiteiten voor leden. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Een hele leerzame periode. En veel gesport, hè? En veel gesport, ja. Ik heb heel veel gehandbald tot mijn 30ste toe. Dat vind ik ook een geweldige sport, alleen ook fysiek intensief. Ik was keeper. Nou ja, en dan dat is niet zo best voor je gewrichten. Dus op een gegeven moment had ik daar te veel last van om dat nog echt goed te kunnen beoefenen. Dus van lieverlee overgestapt naar het wandelen. En ik heb 3 jaar terug ook meegedaan aan de Vierdaagse in Nijmegen. Nou, dat was ook echt een hele mooie uitdaging om te doen. En daar hebben we een geweldig evenement om mee te maken. Ja. Je hebt het allemaal doorgetrokken naar de rest van je leven, want je doet heel veel vrijwilligerswerk. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ik ben heel nauw betrokken bij Prinsenvereniging De Ploegers. Wij zijn samen met Geert, mijn man, zijn wij boerenbruiloftspaar geweest een aantal jaren geleden. En daar destijds zo enthousiast over geworden toen we gevraagd werden om lid te worden van die stichting. En van die... zijn we naar de bij gegaan. En toen kwamen we eigenlijk ook al heel snel achter dat de Prinsenvereniging ontzettend veel organiseert. Hè? Want ze organiseren eigenlijk het complete openbare carnaval in Liemde. Hè? Van installatie Prins, Jeugdprins. Zittingsavonden tot en met de carnaval toe. En we liepen er tegenaan dat die groep die het organiseerde steeds kleiner werd. Nou, er moest iets gebeuren, want anders was echt het gevaar, denk ik, dat het onderuit ging. Nou, ik ben toen ook voorzitter geworden en samen met het bestuur hebben we een plan opgezet om een vernieuwing binnen de Prinsvereniging te realiseren. En dat is eigenlijk best moeilijk, want het is een traditionele vereniging. Het bestaat bijna 55 jaar. En wat we gedaan hebben, is eigenlijk mensen van buitenaf betrokken in commissies. Dus dat je het werk wat gedaan moet worden veel breder getrokken hebben. We zijn afgestapt van de Raad van 11. Dat hebben we omgevormd naar een gevolg en een gastgevolg. En het voordeel daarvan is dat je eigenlijk elk jaar opnieuw nieuwe mensen via het gastgevolg, dus familie, vrienden van de prins, bij de Prinsenvereniging trekt. Die komen in aanraking met alle activiteiten van de Prinsenvereniging. En elk jaar opnieuw blijven daar mensen hangen binnen de verschillende commissies. Met als resultaat hebben we nu meer dan 100 leden hebben, denk ik, binnen de Prinsenvereniging. Die heel erg enthousiast werken aan carnaval binnen Liemde. En ik heb een stapje terug gedaan. Ik ben geen bestuurslid en ook geen voorzitter meer. Maar ik zit nog wel in een paar commissies. Naast al die drukke werkzaamheden heb je ook nog een onderneming. Ben je ondernemer? Klopt.
Ja, dat klopt zeker. Sinds 2009 ben ik voor mezelf begonnen. En ik voer met name projecten uit als projectleider, als procesmanager en ook een stuk communicatie van projecten die met buitengebied te maken hebben. Okay. Dan moet je denken aan herbestemming van stallen, van gebouwen. Je moet denken aan recreatie, aan projecten die te maken hebben met landschap, landschapsontwikkeling, financiering van landschap, landbouw en natuur, inclusieve landbouw, dat soort onderwerpen. Dus ik doe ook veel voor mijn eigen omgeving, veel voor het Nationaal Landschap, het Groene Woud bijvoorbeeld, maar ook veel voor de provincie. Daar ken ik ook veel mensen vanwege die verbinding met mijn werk. En het heeft allemaal te maken met buitengebied. En daar zit ook mijn passie natuurlijk van, intrinsiek, zeg maar, mijn intrinsieke waarde. Dus dat sluit ontzettend goed bij elkaar aan. En vandaar dat ik daar ook zo enthousiast voor ben. Dus ik heb ook de neiging om daar ook veel te veel tijd in te stoppen. Zowel in opdrachten als ook vrije tijd. Ik ben ook bij een aantal stichtingen betrokken die ik ondersteun. Maar dat eigenlijk niet helemaal op professionele basis, maar ook gewoon vanuit eigen drive, zeg maar, om daaraan mee te helpen om ze op een goede spoor te zetten. Waar zijn we nu precies? Ja, we lopen op een wandelpad langs de Grote Waterloop. Eigendom van het waterschap, maar door Spil is hier een route aangelegd. En die route is onderdeel gemaakt van de wandelstructuur in Liemde, die veel gebruik gemaakt wordt door toeristische bezoekers. En het mooie is dat die straks ook aangesloten kan worden op de uitlooproutes van de nieuwe wijk die hier komt. Ja. Dus dan kun je heel eenvoudig vanuit de nieuwe wijk dadelijk hierdoor richting de Scheken en een rondje teruglopen. Nou hoorde ik ook dat jij, las ik ergens, dat jij ook een BNB hebt, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat doe ik samen met Geert, mijn man. Die doet eigenlijk vooral het werk, hoor, moet ik zeggen. Maar we hebben in de oude stal die bij ons op het erf staat, die hebben we omgebouwd tot een vakantiewoning. En daar ontvangen we sinds 2008 alweer allerlei gasten binnen en buitenland. Op het moment natuurlijk vooral uit Nederland, hè, vanwege de corona. Maar dat is een mooie, goedlopende B&B vakantiewoning. Ja. Hartstikke goed. Ja. Nou, en ja, wij wonen dus daar met Geert, met mijn ouders en onze twee dochters op het erf. En ook zij helpen wel eens mee met de ontvangst van gasten. Op die manier runnen we eigenlijk dat erbij. Druk leven. Ja, wel een mooi leven. Vooral... Je houdt ervan. Ja, ik hou ervan. Ik kan niet elke avond met de benen omhoog op de bank zitten. Nee. Toch even, nou ga je nog als lijsttrekker aan de gang. Ja, dat klopt. Maar je hebt al veel eerder in de politiek gezeten. Toen Liemde nog niet bij Boxtel was, zat je al als jonge dame in de raad. Ja, dat klopt. Ik ben in 1990 verkozen in de Liemse gemeenteraad. Ik was toen 22, ook de jongste van Liemde. En tot 1996 erin gezeten. In januari 1996 is Liemde bij Boxtel gekomen. Nou, en dat was destijds voor de partij Fractie Bressers. En Fractie Bressers is samengegaan met andere Liemse partijen en dat is combinatie 95 geworden. Oké. En daarnaast, misschien nog goed om te vertellen, ik heb daarna ook nog in de gemeenteraad in Boxtel gezeten, 4 jaar, tot 2010. Maar omdat ik toen voor mezelf begonnen ben, ben ik daar ook mee gestopt. Omdat die combinatie zowel inhoudelijk als ook qua tijd gewoon niet mogelijk is. Zelfs dat niet, hè? Nee. Voor jou. Nee. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd. 10 jaar geleden heb je de politiek verlaten. Na 10 jaar kom je weer terug. Klopt. Je wordt lijsttrekker. Mm-hmm. Je hebt net al verteld dat je een druk bestaan hebt. Hoe ga je dat combineren? Ik ga het niet combineren. Laat dat heel duidelijk zijn. Dus als combinatie 95 in de coalitie komt en ik word dan wethouder, dan stop ik met mijn bedrijf. Ik heb te veel opdrachtgevers die een link, een directe of een indirecte link hebben met de gemeente Boxtel. En ik wil echt alle schijn tegengaan, zeg maar. Dus ik stop gewoon absoluut dan met mijn bedrijf. En voor mij is het daarom of het een of het ander. Of wethouderschap of doorgaan met mijn eigen bedrijf. En wat doe je met al je vrijwilligerswerk? Ja, ik verweeg de tijd, hè, want wethouderschap is echt meer dan een fulltime baan.
ga ik geen trekkende rol meer doen binnen verenigingen. Maar je zult mij ongetwijfeld nog wel terugzien als helpende hand bij bijvoorbeeld een boerenmerkt of een ander evenement in Liemde. Ja. Ja. Dan hadden we het over wethouderschap. Mm-hmm. Ik las in een lokale krant dat je alleen maar wethouder wilt worden als je gekozen wordt in het college. En anders ga je niet in de raad zitten. Er werden woorden gebruikt als kiezersbedrog. Geef eens aan hoe jij daar tegenaan kijkt, want het is wel een harde. Dat klopt, maar ook duidelijk. En vooraf duidelijk. Kijk, op het moment dat het kiezersbedrog is, het zou kiezersbedrog zijn op het moment dat ik het achteraf zou zeggen. En het is nu klip en klaar en het heeft ook weer met mijn eigen bedrijf te maken. Kijk, op het moment dat je in de raad zit, dan zou ik doorgaan met mijn eigen bedrijf. Ook daar komt dan weer te veel die belangenverstrengeling aan bod. Dus daar wil ik absoluut voorkomen. Dus ik kan niet die combinatie maken, raadslidmaatschap en doorgaan met bedrijf wat te veel dus die verbinding heeft met de eigen gemeente en eigen regio. Je had ook als laatste op de partij kunnen staan, hè? Dat je toch wethouder wordt, maar niet als lijsttrekker. Ze hadden ook een andere lijsttrekker kunnen kiezen. Ja, dat kan. Met deze achtergrond. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ze zoeken iemand en die er echt voor gaat. Nou, ik ga er ook echt voor. Ik wil ook echt verschil maken. Ik wil echt mijn ervaring van de afgelopen jaren inzetten, zowel in mijn eigen bedrijf als in vrijwilligerswerk, als de kennis van Liemde en van de gemeente, om echt daadkracht, slagvaardigheid en vernieuwing ook aan de gemeente toe te voegen, ook aan BNW toe te voegen. Dus in die zin ga ik er ook echt voor, gaat de hele partij ervoor en is dit een bewuste keuze daarin. Nou ja, sinds dat Liemde bij boksters gekomen is, combinatie natuurlijk altijd toch een factor geweest in de boksterpolitiek. Mm-hmm. Met onder andere Mario Knoops als wethouder, later Ger van Oetelaar en nu dan nog Peter van der Wiel. Ja. Die ga jij opvolgen. Wat ga je anders doen? Nou, ik ga een aantal dingen zeker wel voortzetten. Hè. Ik ga niet alleen dingen anders doen. Kijk, wij zijn een brede partij. Toevallig zijn het allemaal wethouders die uit Liemde komen. Maar combinatie 95 is wel degelijk niet alleen de Liemse partij. Hè. We hebben de afgelopen periode 5 zetels gehad. Nou, die komen natuurlijk door een breed draagvlak. Uit zowel Liemde, Lennensheuvel als ook zeker ook uit Boksel. En met name duurzame karakter spreekt ook veel bokselaren aan. Nou, die lijn gaan we absoluut doorzetten. We hebben ook een hele brede vertegenwoordiging van onze kandidatenlijst. We hebben 50 mensen op de lijst. Jong, oud. Waarom heb je er zoveel eigenlijk? Want uiteindelijk komen er dan 4, 5, 6 die gekozen worden. Dat klopt, maar wij willen echt laten zien dat we breed in Boksel staan. Okay. En daar staan we ook, want als je kijkt naar die lijst, dan zijn er dus mensen van verschillende afkomst, maar ook man, vrouw, ondernemer, geen ondernemer, jong, oud, uit alle dorpen. Ook natuurlijk uit Essen nu erbij hebben we een grote vertegenwoordiging. Dus daarmee willen we laten zien dat we echt een heel brede, goed diepgewortelde partij zijn. Nou, daarnaast hebben we ook nog ruim 120 leden. Dus we hebben niet alleen de kandidaten, maar ook nog de leden. Dus we doen erg veel ook aan binding van onze leden en kandidaten. En samen maken we combinatie 95. En dat is een heel belangrijke ruggensteun. Op het moment dat ik wethouder zou worden, vind ik, dan kan ik daar ook op terugvallen. Ook op een hele goede raadsfractie. We hebben een aantal mensen die verkiesbaar staan, zeg maar, die nu in de gemeenteraad zitten, hebben ook een aantal heel goede nieuwe. Dus we zijn ook in staat om een goede deskundige raadsfractie in te richten. Er zijn nu ook heel veel nieuwe lijsttrekkers. Mm-hmm. Je bent er zelf één van. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel positief. Ik denk dat we in Boksel ook op een cruciaal punt staan. Er zijn veel nou, een soort hoofdpijndossiers, zal ik ze maar noemen. Hè. We kunnen ze allemaal noemen. We kunnen ze allemaal noemen. En het is wel goed dat er ook weer frisse nieuwe energie in komt. Dus daarom vind ik het ook echt wel prima dat er nieuwe lijsttrekkers en ook nieuwe wethouderkandidaten zijn die dat op gaan pakken. Nou, is woningbouw natuurlijk over Boksel heen een heel belangrijk punt. Mm-hmm. Heel veel partijen hebben daar aandacht voor. Nou wordt er op dit moment natuurlijk heel veel gebouwd. Of zijn er concrete plannen? Nou, om heel concreet te zijn, ja. Hier bij de Hamsterstraat Roderweg. Maar ook bij de Heikerkseweg, als we Liemde hebben. Maar als we Boksel kijken, Selissen. Ja. En zo zijn er nog meer te noemen. Wat ga jij dan
Waar ga jij je aandacht aan geven als het over de bouw gaat, de woningbouw in Boxtel? Nou, wat belangrijk is, hè, net wat je zegt, hè, er staan veel plannen al, nou, die zijn gestart of staan in de start, hè, in de startblokken. Nou, onder andere dan dit plan hier, Rodeweg Hamsestraat. Heel erg belangrijk voor Liemde. En het heeft lang geduurd voordat het uit de startblokken komt, hè, of kwam. Het mooie is dat nu de provincie in ieder geval met de gemeente overeenstemming heeft bereikt over het aantal woningen en ook het type woningen. Daar is heel lang discussie gespeeld. De provincie wilde 30 woningen, de gemeente zeg maar 100 woningen, kleine woningen. En Liemde heeft niks aan 30 grote woningen. Dus vandaar dat het lang geduurd heeft om toch voor elkaar te krijgen dat je het type woningen kunt bouwen wat je wil als Liemde zijnde. Nou, dat gaat gebeuren. Er lopen natuurlijk nog gesprekken met omwonenden. Nou, ik ga ervan uit dat dat goed komt, dat iedereen een beetje water bij de wijn doet en dat er snel het bestemmingsplan gestart kan worden. Hoe zit dat trouwens bij de Heikerkseweg? Kerkhuizenweg? Ja. Ja, bij de Kerkhuizenweg, daar speelt eigenlijk ook de discussie nog met de omwonenden. Maar daar is het plan eigenlijk op heel veel punten al aangepast. Dus ook daar verwacht ik dat het ook snel van start kan. En als je al de woningen in Liemde optelt, dan zijn er dat zo'n 180. Ten opzichte van 1800 bestaande woningen, dat geldt eigenlijk ook in Boxtel. Daar heb je 30.000 woningen. Als je telt dat er een 1500, misschien 2000 bijkomen, dan voeg je ongeveer 10% aan woningen toe. En het is belangrijk om toe te blijven voegen of in te breiden, inbreidingslocaties te zoeken. Dus daar wil ik ook vooral ook op inzetten. Dat je nieuwe... Wat is inbreiding precies dan? Ja, inbreiding is bijvoorbeeld als je een binnengebied hebt, hè, bijvoorbeeld is de Kerkhuizenweg. Of een plek waar bijvoorbeeld een oud fabrieksgebouw staat, hè, waar je om kunt vormen of wellicht kunt slopen en in kunt vullen met woningen. Dus binnen het dorp, binnen de dorpskern, om dan in te breiden. En zo'n locatie is een uitbreidingslocatie, dus het dorp groter maakt. Dus daar moet je goed naar kijken en je moet daar ook nu al mee beginnen, juist omdat die procedures zo lang zijn. Ja, maar het is typisch Boxtel dat procedures lang lopen, denk ik. Nou, dus... ik weet niet of dat typisch Boxtel is. Ik merk het. Merk dat veel van die bouwlocaties allemaal lang duren. Ja. Toch even, er zijn natuurlijk heel veel plannen nu die al concreet zijn, die al gaande zijn, zeg maar, of zelfs bijna tot een afronding zijn. Denk even aan bij Oosterhof, mm-hmm. bij het Prinsenland, mm-hmm. Spaanse Vier, Petershof. Het zijn allemaal locaties die nu aan de afronden zijn. Hoeveel moet er eigenlijk nog bijkomen dan? Ja, hoeveel moet er bijkomen? Dat vind ik moeilijk. Maar als ik ervan uitga dat je misschien nog een keer 10% toevoegt, ik denk dat je dan toch wel aardig al op een maximum zit. Maar wat ik eigenlijk met de percentages aan wil geven, is dat je natuurlijk ook een hele grote groep bestaande woningbouw hebt. En ook daar zou ik eigenlijk heel erg op willen inzetten. Want die bestaande woningvoorraad, die sluit ook niet altijd aan bij de behoeften. Ja. Denk bijvoorbeeld aan ouderen. En denk aan hele grote bungalow-achtige woningen waar veel ouderen in wonen. Wat moet er dan gebeuren? Nou, die zou je bijvoorbeeld kunnen splitsen. En er zijn allerlei, ook in Nederland, ideeën over om bijvoorbeeld woningen horizontaal of verticaal te splitsen. Waar je dan onder misschien ouderen kunnen wonen, boven verkopen of verhuren aan jongeren. Alleen binnen de huidige bestemmingsplannen is dat niet mogelijk. Maar heb je alle locaties op het oog waarvan je zegt... Ik denk dat dat in ieder geval in de dorpen geldt, in Es en ook in Liemde. Zijn echt bepaalde wijken, delen van die dorpen waar dat voor geldt. En dat is ongetwijfeld in Boxtel ook zo. En dat kun je ook samen doen met Sint-Jozef. Er zijn ook bepaalde woonblokken van Sint-Jozef, of Joost moet ik zeggen, die je misschien op dezelfde manier ook kunt splitsen. Dus in samenwerking met Joost kun je ook aan die bestaande woningvoorraad werken. Maar dan moet ik eigenlijk een soort voorbeeld is dan, wat al geweest is, de pastorie van de Heilige Hart. Ja, kijk, pastorie, dan maak je weer appartementen in een bestaand gebouw. Hè? Dat is natuurlijk ook woningen toevoegen. Maar dat is niet wat ik bedoel met woning splitsen. Woning splitsen is echt, je hebt een groot huis, bijvoorbeeld van 800 kub. En je maakt daar twee units van 400 van of vier van 200. En op die manier kun je ook extra woningen toevoegen aan je bestaande woningvoorraad. En de combinatie met inbreiden, uitbreiden, dit soort oplossingen... kun je nog veel harder groeien in je woningaantal en beter aansluiten bij de vraag uit de markt. Wie is de belangrijkste doelgroep voor jullie? Ja, dat zijn de starters, maar ook de senioren, allebei. Kijk, de senioren, op het moment dat je daar goed voor bouwt of omvormt, krijg je ook weer meer doorstroming. En starters is ook echt noodzakelijk, omdat te veel jongeren de dorpen en ook Boxtel uitgaan
omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Passend en qua prijs, denk passend ik. En betaalbaar, hè? Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. We hebben natuurlijk ook meewerkend Bokstel. Mm-hmm. Dat komt ook niet echt uit de verf de laatste tijd. Er is veel kritiek. Er is veel mensen die toch het gevoel hebben van nou, eigenlijk beslist de gemeente toch. Hoe denk jij over die burgerparticipatie in Bokstel? Nou, je hebt gelijk dat meewerkend Bokstel niet goed uit de verf komt. Ja, het wordt pas en het onpas gebruikt, negatief ook gebruikt op het moment dat er iets niet goed gaat. Peter van der Wiel heeft er ook veel last van natuurlijk als wethouder. Dat klopt, maar niet alleen Peter, ook de andere wethouders en ook de burgemeester krijgen het volgens mij regelmatig voor de voeten geworpen. Maar er zijn ook wel goede voorbeelden, met name de wijkmakelaars. Dat is echt een goede functie die initiatieven uit bijvoorbeeld Liemden, maar ook uit Lennersheuvel echt goed ondersteunen en ook verder helpen. En dat vind ik wel echt een goed voorbeeld van meewerken Bokstel. Maar die manier van werken, dus klantgericht openstaan, ook de helpende hand bieden, nou, dat is echt meewerkend. En die manier van werken zou nog veel meer binnen het Bokstel gemeentehuis zijn beslag moeten krijgen. Wat zou jij als wethouder dan nu anders gaan doen? Nou, ik zou toch binnen het gemeentehuis een meer zakelijk professionele aanpak willen. Meer projectmatig, simpelweg eigenlijk afvinklijstjes maken, we spreken dit af. Dan doen we dat ook volgende week en als we 2 weken weer bij elkaar komen, is het ook gebeurd. En niet dat je steeds opnieuw met elkaar in overleg moet, weer in herhaling valt en weer terugkomt op dingen die al eerder afgesproken zijn. Dus dat slagvaardige, dat projectmatige, daar kun je nog veel meer bereiken. Ook veel geld verdienen volgens mij. Daar zit ook echt een besparingsmogelijkheid binnen het gemeentelijke werken. En door dat slagvaardige kun je ook veel meer meewerkend worden. Maar ook duidelijk zijn, als iets niet kan, dan kan het ook niet. Meewerkend wil ook niet zeggen dat je iedereen gelijk moet geven. Maar je moet wel duidelijk zijn, als er een goede reden is dat iets niet kan, dan kan het niet. Maar als je mee kunt helpen, en het kan wel, dan moet je samen met die burger dat oppakken. Stel, je bent wethouder geworden. Mm-hmm. Je wordt nu gekozen voor 5,5 jaar, mm-hmm, ongeveer. En als je dan terugkijkt, wat moet er per se, noem één ding, gerealiseerd zijn om tevreden te zijn? Dat inwoners van Bokstel, Bokstelbreed, dus alle kernen, Liemden, Lennersheuvel, S, Bokstel, die afgelopen periode heel fijn hebben kunnen wonen, kunnen werken, kunnen leven, kunnen recreëren. Dat vind ik belangrijk. Dus die leefbare kernen, dat is echt een must. En leefbaar in heel breed, sociaal, economisch, ecologisch, omgeving. Dat is voor mij gewoon de must. En dan op een efficiënte manier dat we vooral ook veel resultaten bereikt hebben. Desiree, hartstikke bedankt voor dit leuke gesprek. Ik wens jullie heel veel succes met de verkiezingen. Dank je wel. En ik hoop dat we elkaar nog eens zullen zien. Ja, mij ook bedankt voor het leuke gesprek. Het was leuk om te doen. En zeker op zo'n mooie plek als dit. Dus nou, graag tot ziens. Tot ziens, hè. Jo.